ik ga delegeren. Want we zitten op die helft van het seizoen. Dat is zo'n rotperiode. Ik vind dat teams dan best wat meer mogen betalen. What up mensen, tof dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video van de FC 24 Ajax Career Mode. We gaan door, we gaan verder waar we gebleven waren. En we zien hier direct grote interesse voor topscorer Brobbey. Dat klopt ook. In de vorige aflevering kregen we natuurlijk die aanbiedingen van onder andere Barcelona en Tottenham Hotspur. En ik liet jullie daarover beslissen in de reacties. Jullie zeggen behou hem op zijn minst tot het einde van het seizoen. En dat wil ik eigenlijk ook wel. Hij is onze topscorer op het moment. Het zijn wel goede aanbiedingen over het algemeen. Maar stel hij vlamt nog even op Europees gebied, op Europees voetbal. Dan wordt hij alleen maar meer waard. En als hij ook nog meer maakt in de Eredivisie. Hey, dat is natuurlijk niet verkeerd voor zijn waarde. Dus misschien is het ook wel de verstandige keuze om hem voor nu te behouden. En dat hij in de zomer vertrekt. Jullie vonden dat ook, jullie lieten dat achter. Dus bij deze gaan we dit bod afwijzen. Voor de rest moeten we nog maar even zien wat er allemaal gaat gebeuren. Mocht je er zin in hebben, klik dan vast op het duimpje omhoog. En dan gaan we nou gewoon gauw verder simuleren. We hebben natuurlijk ook nog die leenaanbiedingen op Benjamin Marshall, ons jeugdtalentje. We hebben hier opeens een inleenaanbod op Kaplan, 2-jarig. Maar Kaplan die gebruiken op zich nog wel als backup, gaan we afwijzen. Een inleenaanbod op Aartsen en die ga ik maar gewoon accepteren. Die kan de speeltijd wel gebruiken. En dan zien we hier ook nog eens een bod op Taylor, wat ook wel interessant is. Maar Taylor is ook denk ik zo eentje, weet je, als hij dan gaat, dan is het na het seizoen. Het zijn goede aanbiedingen, maar voor het geld hoeven we het op het moment niet te doen. Dus dit gaan we afwijzen. Er is wel een overeenstemming gevonden met Fleetwood Town voor een korte uitlening. Dus eigenlijk voor de rest van dit seizoen, voor Benjamin Martial, de spits, kunnen we wel accepteren. Oh, wauw, een man heeft zelfs nu een bod van Barcelona, Benjamin Martial. Hebben ze een spits nodig of zo? Eerst Brobbey, nu iemand die nog geen minuut heeft gespeeld. Ja, ik hoef hem niet te verkopen. Ik heb wel vertrouwen in wat jeugd. En hij gaat zeker in de toekomst wel spelen. Hij kan gewoon op huurbasis weg, maar niet op koopbasis. Oeh, Vos. Iemand die in het echt overbodig is natuurlijk. Maar in het echt is Henderson natuurlijk nog steeds aanwezig. Die hebben wij verkocht. In het echt overbodig. Hij is een beetje uit die selectie gezet. Ik moet het wel goed verwoorden. Hij is uit de selectie gezet. Maar ik denk dat hij op huurbasis gaat in het echt. Ik denk echt niet dat we het laatste wel Vos hebben gezien in een Ajax shirt. Bij ons heeft hij een prima rol met Rosario op die 6-positie. Dus ik zie dit niet helemaal zitten. Benjamin Martial is uitgeleend. Hij gaat lekker even een half seizoenetje voetballen bij Fleetwood Town. Dat is helemaal prima. En ook Aartsen gaat er vandoor. Hij gaat voor 2 jaar naar Hallescher. Geen idee, ik ken ze niet. We hebben Veldman die daar nog uit kan op die positie. Dus dit is ook wel prima. Hier een inleenaanbod voor Gods, maar die doet het bij ons best netjes. Ga ik afwijzen. Ik gebruik hem. Hij scoort wel eens, dus ik hoef hem niet te verliezen. En dan zijn we hier bij het selectiescherm. Ik ga Veldman omtrainen. Ik ga van hem gewoon een centrale verdediger maken. Nog een bod op Gods wat we gaan afwijzen. En we gaan iemand aankopen. Hij staat in het echt in de geruchten voor wanneer Ajax eventueel budget vrij kan maken. Sergi Roberto, rechtsback van Barça, is momenteel transfervrij. Dat ziet Ajax als een buitenkansje. Daarom ben ik Veldman ook aan het omtrainen naar centraal verdediger. En kunnen we Aartsen uitlenen. Dat geeft ons ruimte om iemand als Sergi Roberto te gaan aanschaffen. En dat gaan we ook doen. 8,4 miljoen zou ik moeten bieden. Hij is al wel 32, dus echt restwaarde heeft hij niet meer. Dus vandaar dat ik een beetje een laag bod ga doen van 8 miljoen. Oké, here we go. 8 miljoen zei ik. Bod indienen. Eens kijken wat ze hiermee gaan doen. Ze willen... Sosa. Maar Sosa die heeft nog restwaarde. Dat heeft Roberto niet. Dus dit vind ik niet kunnen. Even kijken. Ruilspeler hebben we verwijderd. Opnieuw een transfersommetje maar aanbieden dan. Doen we 8,4 wat er stond. Eens kijken wat ze hiermee doen. Dat accepteren ze. Dat is mooi. Dat moeten we hebben. Nou, hij is binnen. 8,4 miljoen hebben we dus moeten betalen. Hij komt op een 2-jarig contractje. Ja, heel veel langer zou het niet per se kunnen voor een speler van 32 jaar. Maar gaat voor ons nog wel een aanwinst zijn. Sergi Roberto, 80 algemeen. Dat is helemaal dikke prima.
Nou dan, na een wedstrijdje tegen FC Utrecht. Ik ga hem gewoon spelen. We hebben maar twee wedstrijden in deze transferperiode staan. Dat zijn Utrecht en Excelsior. Dus waren we ook niet gewoon. Vlahovic gaat naar Barcelona. Oké, dat had ik niet verwacht. Barcelona die de centen opeens hebben in deze game. Boeit verder niet zoveel voor ons. Niet zo relevant voor ons, al die buitenlandse transfers. Wij gaan ons team klaarmaken voor de wedstrijd tegen Utrecht. Dit is hoe het er nu uitziet. Summerville, Brobby, Ziyech in de voorhoede met Taylor, Almada, Rosario op het middenveld en een achterhoede van Meijer. Die staat nu op de plek van Sosa. Ik ga Meijer gewoon meer speeltijd geven. Hato, Sutalo en Roberto vormen de achterhoede met Ramai op doel. En bankje met Weghorst, Schots, Traoré, Van der Beek, Vos, Veldman en Olij. Kunnen we nog iets anders gaan doen? Moi, het zou kunnen. Misschien een Unuvar voor Van der Beek of zo. Ja, weet je wat? Ik ga... Ja, nee. Weghorst nog niet trouwens. Weghorst moeten we wel een beetje blijven gebruiken. Onze prima pinch hitter. Dus hiermee gaan we het gewoon doen. Op naar de aftrap tegen Utrecht. Nou, here we go. We spelen uit. Galgenwaardje. Utrecht mag aftrappen. Daar hebben ze gedaan. We zijn begonnen. Nou, we hebben wel gauw balbezit. Summerville. Meijer komt mee. Meijer, die geeft hem voor. Almada op de volley. Dat is geblokt. Geen dreiging. Balletje weer naar Meijer. Die tikt hem naar Summerville. Summerville komt langs zijn man in principe. Heeft nou getikt naar Taylor. Meijer. Veel spelers hier. Almada, redding daar van de doelman. Oh, ik zie daar opties. Brobby. Haal maar in één keer. Kopt hem. Oh, oh wauw. Dat is een gelukje. Kan zijn eigen rebound opvangen daar. Nadat hij eerst even goed tegen de paal was. Het. Nou, I don't know. Mijn geheugen van een goudvis laat me in de steek. Maar goed. Vangt zijn eigen rebound op. En schiet hem gerust binnen. En zo staan we dan op voorsprong 0-1. Het was de paal, toch? Hoe is mijn... Ja, zie je, paal. Ik denk dat mijn geheugen is toch niet zo slecht. 0-1 Brian Brobby intikketje. Wel prima meegeven. Jammer genoeg niet in één keer. Maar een goal is een goal. Oh. Creëert veel ruimte daar. Meijer hier opeens open. Niet slecht. Taylor op de andere kant staat klaar voor een hoekschop. Eerst was het Almada, nu Kenneth. Sutalo, hey, die kennen we. Die heeft gekopt. Oh, hij doet het hier ook. Hij kopt hem binnen. Sutalo brengt ons op een 0-2 voorsprong. Plus 5 miljoen in transferwaarde. Oh, hij doet het gewoon hier eventjes. Nou, lekker man. Kop jezelf die schijnwerpers in. Je weet, krijgen we ook een keer een bottom. Wat een sprong, hé. Hey. Wat een kikkersprong. Beentjes wijd. En hij kopt hem binnen. Mooie goal. Wat is het met de AI die echt gewoon niet op de vleugel kan verdedigen? Brobby hier helemaal open. Oh, doelman heeft hem nu vast. Oh. Hier komt ineens Utrecht. Gestormd over de vleugel. Zijn in de 16. Schot wordt geblokt. Prima verdedigd. Oh, geen goede uitverdediging. Maar de scheids fluit af. Het is rust. En we gaan dus met een 2-0 voorsprong rusten. Hopelijk kunnen we dit gewoon vasthouden in de tweede helft. Denk het wel. En dan hebben we gewoon makkelijk even 3 puntjes binnen. Ach, Ziyech draait daar goed langs zijn man. Roberto hier. Kan niet goed voorzetten. Maar de scheids ziet Hens of zo, denk ik. Moet wel. Anders snap ik niet waarom we hier staan. Nou, dat staat hier... Almada. Ik blijf hier niet echt goed in, maar ik wil het wel gewoon proberen. Almada. Nou. Kan je hem erin krijgen? Nee. Oh, dit is niet heel best verdedigd. Veel ruimte hier voor Utrecht. Sutalo zit mis een schot en dat ligt in het netje. Utrecht terug in de wedstrijd. Stand 1-2. Zo scheelt het nog maar 1 doelpuntje. Nadat we echt klungelen in de verdediging. Hier, kijk dan wat er ruimte. En we missen de tackle. Ja, dan de rest van maar 1 ding te doen. Afronden. Stand 1-2. Utrecht met hun eerste doelpunt van deze wedstrijd. Brobby naar Summerville. Summerville terug naar Brobby. Ik zie Meijer komen. Die geef ik gewoon de bal. We dwingen hem maar gewoon naar voren te komen. Voorzet is voor de doelman. 3 wissels aan mijn kant. Traoré komt erin voor Ziyech. Gods komt erin voor Summerville. En Vos komt erin voor Rosario. Roberto naar Traoré. Traoré. Komt hier langs 1 man.
Haal eruit, wordt geblokt. Kan wel de bal voor ons in bezit houden. Dan is hier Gods. Naar Taylor. Taylor haalt uit. Oh, naast. Diezelfde Kenneth Taylor gaan we er nu ook uithalen. Hij moet plaatsmaken voor Donny van der Beek. Oh, oké. Okay. Gods. Daar wordt Almada gezocht. Die heeft alle ruimte en kan vrij uithalen. Slecht verdedigd door Utrecht daar. Slechte opbouw, hoe je het ook wil noemen. Opeens hadden we gewoon balbezit helemaal voor op het veld. En konden we gewoon even een kansje creëren. Kijk, Gods ontvangt daar, speelt hem naar Almada. En Almada, die twijfelt niet, haalt uit en schiet hem in het netje. 3-1, Thiago Almada met de goal. En zo is de overwinning nu al veilig. Nou, einde wedstrijd. We winnen met 1-3 in Utrecht tegen FC Utrecht. Ja, logisch. Wie anders speel je daar in die stad, hè? Goed, ik ben blij met deze overwinning. Weer 3 punten in de pocket. Eens kijken wat de rest van de transferperiode ons gaat brengen. Na die overwinning hebben we een bod op Donny van de Beek. Die gaat in het echt natuurlijk naar dinges toe. Girona gaat daar spelen met Daley Blind. En hier hebben we een ruil. Baptiste Santa Maria, een 6. Ken hem totaal niet. Ik ga dit delegeren. Ik bedoel, het is de zandbak, die hebben centen. En ik sta open voor een verkoop van Donny als we gewoon wat vangen. Ik zeg 18,5 miljoen en ik wil hem niet minder verkopen als 12,5. Eens kijken wat hieruit komt. Rens maakt zich zorgen. Ja, hij heeft natuurlijk nu Sergi Roberto voor zich. En hij maakt zich zorgen over zijn speeltijd. We zijn gewoon de opstelling veranderd wekelijks. Om hem niet te pissig te maken of zo. Oh, Brentford toont interesse. 12,3 bieden ze. Ook dit ga ik gewoon delegeren. Nou, wacht. Ik zeg nog even niks. Eens kijken waar de zandbak mee aankomt. En dan accepteer ik denk ik gewoon het hoogste bod. Sosa. 11 miljoen. Een aanbieding van PSV. Ik sta wel open voor een verkoop, maar ik vind dit zo onreal. Die gaat dit echt ook niet zomaar naar PSV. Dit slaat helemaal nergens op. En dan nu Al-Shabaab voor Yuri Baas in de markt. 1,9 miljoen. Gaan we niet doen. Aangezien Sosa misschien weggaat, kunnen we hem dan juist misschien wel wat speeltijd gunnen. Nieuw bot op Robbie Aston Villa dit keer. Wat denk ik kans te maken? Dan gaan we gewoon afwijzen. En Rens wil spelen in de wedstrijd tegen Excelsior. Waar ik toch even op terugkom. Ik ga hem niet spelen. Ik ga hem simuleren. Excelsior moet gewoon kunnen namelijk. We zeggen ik zal het overwegen. Want het is nu wedstrijddag. Ze hebben ook maar 17 punten. Simulerend moet dit gewoon nog prima kunnen. We gaan ons teampje natuurlijk wel weer klaarmaken. Ik ga Vos opstellen. Dit lijkt me een prima wedstrijdje om een paar talentjes gewoon de kans te geven. Zoals een gods op de plek van Somerville. En eens even kijken wat we nog meer kunnen doen. Rijkoff mee op het bankie. Nou, weet je wat? Laten we Rens gewoon even zijn minuten gunnen op die rechtsbackpositie. Ook prima. En eigenlijk is dat ook wel. Voor de rest laat ik het wel een beetje staan zoals het staat. We zijn aan het snel simuleren en we winnen 0-3. Gods. En Ziyech. 2 keer gods. Lekker hoor. Rens met een rode kaart. Nou, wat een wedstrijd heeft hij gespeeld. Hij wou het zo graag en dan pakt hij rood. Oh, Brentford trekt een bot in omdat het te lang duurt voordat we antwoord geven. Ja, ik wacht een beetje op de onderhandelingen met Zandbak. Hakim Ziyech, die heeft het trainingsplan wat oké gaat, kan beter. Trainer, bedankt dat je naar me hebt geluisterd. Laat je niet gek maken, vriend. Je doet het goed, maar je hebt wel rood gepakt. Dat kon ik niet zeggen. Er was geen antwoord voor, maar dat is niet de beste pot. Oeh, Soutalo. Iemand die ze wel in het echt willen slijten. Zo hé, daar kwam de soep al uit. Wel natuurlijk Veldman. Keuzes. Ja, maar wie gaan we er dan achter zetten? Dat is een beetje het ding. Rugani zou dan kunnen. Hij heeft natuurlijk gescoord nu. Ik ga het delegeren, want we zitten op die helft van het seizoen. Dat is zo'n rot periode. Ik vind dat teams dan best wat meer mogen betalen. Zijn waarde is 21,5, ze bieden 26. En ik zou 32,3 kunnen krijgen volgens dat ding. Wat als ik dit gewoon zet op 37,5? En ik wil gewoon even niet verkopen voor minder als 30. Eens kijken of dat kan. Dan hebben we hier 16 miljoen.
voor Al-Ali, of van Al-Ali moet ik zeggen, voor Donny van der Beek. En dat ga ik gewoon doen. Dit ga ik gewoon accepteren, want ik weet al wie ik ga halen als vervanger. Dat is niemand minder dan Christian Eriksen. 32 jaar, kan dus nog wel even mee. Is wel weer wat ouder, dus heel veel restwaarde heeft hij niet. Maar we maken wel winst. We kunnen waarschijnlijk binnenslepen voor 9 miljoen of zo. En voor Ajax zijnde nog steeds een prima speler. Ajax schijnt het echt ook interesse te hebben. Ja, en wie niet. Maar geld blijft een probleem. We hebben zojuist budget vrijgemaakt als het ware. Met de verkoop van Donny. En dan zou Eriksen een prima aanwinst zijn op dat middenveld. Nou, slecht nieuws. We zijn er niet uitgekomen met Eriksen op basis van zijn salaris. Hij wou echt veel. Hij kwam eerst met 100.000 plus nog allerlei bonussen. Toen haalde ik de bonus weg, liet ik zijn salaris staan, bood ik dat. Het was gewoon meteen weigeren. Normaal gaan ze dan nog wel omhoog als we het gewoon iets anders willen. Maar Eriksen dacht, man, ik wil gewoon meer centen. En hij heeft gewoon meteen ons bod geweigerd. Eriksen gaat niet naar ons Ajax komen. Super zuur, want we gaan ook niet op tijd een nieuw bod kunnen aanbieden, denk ik. We gaan het in de gaten houden. Nou, het is deadline day. Eens kijken of we eventueel nu nog iets kunnen doen voor Eriksen. En de antwoord is nee. Dat wordt niks meer. Eriksen gaat niet komen. Heel, heel zuur. Ik ga voor nu gewoon even Wenders simuleren. Wie weet blijft Donny ook nog wel. Ik bedoel, we hebben een akkoord met de club. Maar spelen en club moeten er nog wel uitkomen. Dus we wachten dat gewoon even af. En als die gaat, ja, dan moeten we even kijken wat we kunnen doen qua vervanging. Soetalo blijft nog even hangen, zo te zien. Er is geen overeenstemming gevonden met Bilbao. En Donny is er vandoor. Nou, ik kan er in principe wel mee leven. Donny van der Beek verkocht. Wij krijgen er een aatje voor. Ja, het is ook gewoon een prima, prima deal op zich. 16-0, 16.1 en we hebben nog steeds Taylor daar staan. Dus ik kan ermee leven. En weet je wat? Dan kunnen we in principe gewoon Unuvar meenemen op het bankje. En is dus nog niet eens per se versterking nodig misschien. Want dan kan Unuvar een keertje groeien op die teampositie. Vos op het andere twee posities van het middenveld die we daar kunnen gebruiken. Ja, misschien nog wel iemand. Ik weet niet. Aan de ene kant zijn we nog wel dunnetjes nu daar op het middenveld. Ik zou natuurlijk ook Linson of Fitz Jim terug kunnen halen. Fitz Jim die het in het echt nu wel prima, zich prima ontwikkelt, moet ik dan zeggen. En eigenlijk zit ik eraan te denken dat gewoon te doen. Scheelt centjes, dat dan weer wel. Ik zou ook niet weten wie ik anders moet gaan halen. Nou, op mijn verlanglijst staat op het moment ook niet heel veel soeps wat per se heel veel beter is. Dus kan ik beter gewoon even uitlenen van Fitz Jim stoppen. En dan halen we hem gewoon terug bij de selectie. Hij heeft nummer 14 gekregen. Gaan we direct eventjes aanpassen. Gaan we met nummer 18 spelen. Wauw. Feyenoord met interesse in Soetalo. Wie had dat gedacht? In het echt gaat dat nooit gebeuren. En we gaan het ook gewoon niet doen. Bot afwijzen. Nou, en de deadline is verstreken. Deadline day. Niet superveel gebeurd. We hebben eigenlijk dus alleen Sergi Roberto toegevoegd aan het team in deze aflevering. Maar ik probeer het enigszins realistisch te houden nog voor dit tweede seizoen. Volgend seizoen ga ik denk ik wat meer los. En dan zullen we zien wat er allemaal gaat gebeuren en veranderen aan dit Ajax. Vond je dit wel een leuke video? Zou ik zeggen, klik op het duimpje omhoog. Deel het. Dat kan mij enorm helpen. En wil je meer zien? Ben je nieuw? Abonneer dan gerust. Zet de notificaties aan. Hoef je geen enkele activiteit te missen op dit kanaal. Ik bedank jullie voor het kijken en al jullie support. En ik check jullie graag bij de volgende video weer. Tot dan. Later.